Hallo, dit is Edwin en deze instructievideo is gebaseerd op het boek Netwerkbeheer met Windows 2019 van Jan Smets. In deze video behandelen we de praktijkopdracht uit hoofdstuk 1, wat inhoudt dat we in deze video Windows Server 2019 gaan installeren. Wij maken hiervoor gebruik van VMware en installeren Windows Server 2019 op de virtuele machine die we hebben aangemaakt in de video Windows Server 2019, voorbereiding met VMware Workstation Pro 15.5 waarvan je de link onderaan in de beschrijving vindt. Deze video wordt ook opgenomen in de leeromgeving. Uiteraard vind je ook de link naar de vorige video daar. Om deze video te doorlopen, dien je dus eerst een virtuele machine met twee harde schijven van 500 GB en twee netwerkkaarten aangemaakt te hebben. Deze netwerkkaarten heb je gekoppeld aan een netwerk dat je internettoegang verleent en aan het interne netwerk Polyforma netwerk met de address range 192, 168, slash 24. Zorg er ook voor dat je het werkblad van hoofdstuk 1, dat je op de leeromgeving kunt vinden, bij de hand hebt. In de vorige video hebben we in VMware een machine aangemaakt waarop we nu Windows Server 2019 gaan installeren. In de vorige video zijn we geëindigd met het laden van de ISO van Windows Server 2019. Vanaf daar gaan we nu dus verder. Als je VMware nog niet gestart hebt, kun je dat nu doen. Klik op de door jou aangemaakte virtuele machine Polyforma Server 01 en klik op de groene driehoek bovenin, of klik op Power on this virtual machine in het venster van Polyforma Server 01. Als je alles goed hebt ingesteld, dan zal nu automatisch de ISO ingeladen worden en de installatie zal starten. Al snel kom je dan op het eerste scherm uit, waarbij je de taal regio en toetsenbord moet kiezen. Als taal kiezen we Engels. In het boek vind je op bladzijde 20 waarom dat zo is. Als regionale instellingen kiezen we Dutch tussen haakjes Nederland om ervoor te zorgen dat de schrijfwijze van getallen en maateenheden dezelfde zijn als we hier in Nederland gebruiken. Het toetsenbord zal in de meeste gevallen een Amerikaanse layout hebben. Heb je een andere toetsenbord Zoals bijvoorbeeld Azure D, kies dan het toetsenbord dat voor jou van toepassing is. Noteer vervolgens je instellingen op het werkblad. Na op Next geklikt te hebben, kiezen we voor Install Now. Je ziet ook nog de optie Repair your computer, maar aangezien we nog een lege PC hebben, is deze optie nog niet te gebruiken. Je ziet dat de setup start en het eerste scherm waar je wat in moet vullen is Select the operating system you want to install. Hier kun je kiezen uit vier opties. Selecteer de tweede optie: Windows Server 2019 Standard Evaluation met tussen haakjes Desktop Experience. Dit is de serverversie met de grafische user interface die we in deze cursus gebruiken. Als je dat gedaan hebt, kun je op Next klikken. In het volgende scherm krijg je de gebruikersvoorwaarden te zien. Om door te kunnen gaan moet je deze accepteren door een vinkje te plaatsen bij I accept the license terms en klik daarna op next. Daarna vraagt de installer welke soort installatie je wil doen. Wil je een upgrade of een custom install doen? Op het verschil tussen deze installatiemogelijkheden wordt in het vak Werkplek Ingerichting uitgebreid ingegaan. Dat doen we hier dus niet. Je kunt voor meer informatie hierover ook het boek raadplegen. Het staat beschreven op bladzijde 25. Zodra je de keuze Custom hebt aangeklikt, word je naar het volgende scherm gestuurd. Hier zie je twee harddisks van 500 GB staan. Als dat niet zo is, breek dan de installatie af en volg de vorige video nog een keer om dit te herstellen. Als je wel twee harddisks van 500 GB ziet staan, dan kun je deze gaan inrichten. We maken een installatiepartitie van 100 GB aan op de eerste schijf. Die zie je hier als Drive 0 met Unallocated Space. Om dat te doen klikken we rechtsonder op Nieuw, waarmee we aangeven dat we zelf een partitie aan willen maken. Zorg ervoor dat in het venster bovenin Drive 0 geselecteerd is voordat je opnieuw klikt. Zodra je opnieuw hebt geklikt, krijg je een invulvenster te zien. Hier staat nu 512.000 MB. Maak hier 100.000 van en klik op Apply. Met deze handeling hebben we nu een partitie van 100 GB aangemaakt op de harde schijf van 500 GB. Windows Setup meldt dan dat er nog een extra partitie wordt aangemaakt voor systeembestanden. Accepteer dat met OK en je ziet dat er nu twee partities zijn gemaakt en dat er ook nog een deel unallocated is. Zorg ervoor dat Drive 0 Partition 2 geselecteerd is. Vul nu weer je werkblad in en klik op Next. Nu gaat setup aan de slag met het kopiëren en installeren van Windows 2016. Afhankelijk van de snelheid van je host duurt dit tussen de 5 en 15 minuten. We spoelen de video even door totdat deze bijna klaar is. Na deze procedure wil je pc opnieuw opstarten. Je kunt zelf op restart nou klikken of wachten tot de balk vol is en dit automatisch gebeurt. Je pc start nu een paar keer opnieuw op. En uiteindelijk kom je op een scherm waarin je wordt gevraagd om een wachtwoord in te voeren. In deze cursus gebruiken we het wachtwoord server 2019, waarvan server met een hoofdletter wordt geschreven. In de praktijk gebruiken we natuurlijk een veiliger wachtwoord. Als je dat gedaan hebt, dan rondzet op de installatie af en krijg je een inlogscherm te zien. Om op een server in te loggen, dien je eerst ctrl alt Delete in te voeren. Op een virtual machine kan dat voor jouw hostmachine heel verwarrend zijn. Maar daar heeft VMware aan gedacht. In plaats van Ctrl-Alt-Delete gebruiken we om deze combinatie naar een virtuele machine te sturen Ctrl-Alt-Insert. Zo weet VMware dat je Ctrl-Alt-Delete naar je virtuele machine wil sturen en niet in wil grijpen op je hostmachine. Klik eerst in je virtuele machine en doe Ctrl-Alt-Insert. Voer nu het wachtwoord dat we net hebben aangemaakt in. Dat was Server 2019. En je bent ingelogd. De server wil nu meteen weten of je Network Discovery in wil schakelen. En aangezien we hier een netwerk gaan maken, doen we dit. Kies dus in de blauwe balk voor Yes. Nieuw in Windows Server 2019 is de pop-up Try Managing Service with Windows Admin Center. Je kunt er op de volgende manier van afkomen. Als je op nou deze klikt, dan zul je zien dat hij alleen maar grijs wordt. Klik één keer op de link. Vervolgens kun je alles gewoon weer sluiten. En vanaf dat moment kun je wel een vinkje plaatsen. Vervolgens zien we onderin dat er nog een aantal services in het rood staan. In dit geval zijn dat er vijf. Die services, die gaan we eens even bekijken. Door op die services te klikken krijg je een nieuw venster waarin wordt aangegeven welke services er voor een foutmelding zorgen. Wat opvalt hieraan is dat overal automatic delayed start achter staat. Dat betekent dat deze wat achtergesteld worden met het starten. Vaak betekent dat dat deze later al wil gestart zijn. Dat kun je alvast even bekijken. Klik op Refresh. En vervolgens blijft er nog maar eentje over. De service die alsnog niet gestart is, is de Downloaded Maps Manager. En laten we die op de server nou ook helemaal niet nodig hebben. Dus die kunnen we ook rustig uitschakelen. Dat doen we dus ook. We gaan naar Services. En dat doen we door op het vergrootglas onderin te klikken. En tik Services in. Klik op Services linksboven. En zoek Downloaded Maps Manager op. Deze staan keurig op alfabetische volgorde, dus is daarom makkelijk te vinden. Klik de gewenste servers aan en kies daarvoor Disabled. Voortaan zal deze service ons niet meer lastigvallen. Omdat we VMware gebruiken, wijken we hier even van het boek af. Want om alle juiste drivers te installeren, moeten we VMware Tools installeren. Ga in VMware naar VM en install VMware Tools. De gele balk onderin mag je wegklikken met een kruisje. VMware heeft nu een virtuele CD in je PC geladen. Klik op de Verkenner en kies Disk PC, waar je inderdaad een DVD-drive zult zien met VMware Tools. Als je hierop dubbelklikt zal de installatie vanzelf starten. Gebeurt dat niet, dan wordt de inhoud van de disk getoond en kun je dubbelklikken op Setup 64. De installatie van VMware Tools wordt gestart. En we klikken twee keer op Next en dan op Install. VMware Tools wordt nu geïnstalleerd. Als dit klaar is, klik je op Next en er wordt gevraagd of je opnieuw op wil starten. Kies hier voor Yes en de server start opnieuw op. We hebben nu een standalone server gemaakt.